gebruik van koude om pijn te verlichten bestaat al sinds de oudheid. Deze techniek kan worden gebruikt voor plaatselijke en onmiddellijke behandeling van acute letsels, bijvoorbeeld een verzwikking, of om pijn veroorzaakt door schokken, klappen of trauma's te verlichten. Na verwondingen of operaties wordt de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen van het aangetaste weefsel verstoord. De metabolische snelheid wordt verhoogd. Er ontstaat een oververhitting door ontsteking. De behoefte aan zuurstof is dus ook hoger. Klassieke icepacks versus een continue koeling. Bij klassieke icepacks merken we een agressieve koude behandeling. We kunnen de huid en het weefsel hiermee ernstig beschadigen door bevriezing en zelfs verlamming. In combinatie met korte termijns toepassing leidt deze altijd tot een reactieve hypothermie. De temperatuur is niet regelbaar, is niet constant. Het koelmiddel moet regelmatig vervangen worden en bijgevolg is er een verhoogde belasting van het verplegend personeel. De DSMRF CTC7, de juiste temperatuur voor elke behandeling. Pijnbestrijding met minder medicatie, controle en vermindering van oedeem en hematomen, aanpak van chronische letsels en ontstekingen, snellere mobiliteit, gemakkelijk en tijdswinst voor verplegend personeel. Graag onze koelingstoestellen testen? Contacteer ons.